De bedoeling van het kunsttoontje is ook dat je het werk ter plekke maakt. Dat is de reden één. En de reden twee is, hoor je mij trouwens goed, want ik zit dus in de kelder soms. Reden twee is dat ik eigenlijk een torentje zou maken van potloden. En ik had er ook een sponsor voor, het was helemaal geregeld. Maar de eerste, mijn contactpersoon, die op een gegeven moment werkte die daar niet meer. Toen kwam een nieuwe contactpersoon. Dat ging niet. Maar toen kwam er weer een nieuwe contactpersoon. Dat ging helemaal super. Maar ja, soms gebeuren die dingen. Zijn schoonvader overleed heel plotseling. Dus toen werd het heel kort dag tot het. Misschien een maand of zo voordat het project zou beginnen. En ik dacht, oh, dan moet je plan B gaan bedenken. En inderdaad, hij heeft wel toch nog desondanks de potloden gestuurd. Maar heel raar, ze zijn nooit aangekomen. Zelfs nu nog, ze zijn niet aangekomen. Dus de brug van potloden wil ik nog steeds gaan doen. Maar ja, voor het kunststoortje. Is dat dus geen potloden kunstwerk geworden? Ja, dat vind ik altijd een moeilijke vraag te beantwoorden, omdat het vaak zijn soort flarden die dan samen gaan komen. De corona speelt natuurlijk heel erg mee. Het feit dat ik ineens naar China, ineens weer terug ben in Nederland en dan in lockdown. Ja, ook op de privé-tour zeg maar dat ik dus nu bijna een soort mantelzorger ben voor mijn ouders. Ook dat ik geen jonge kunstenaar meer ben. Ik ben een jongen, maar niet meer geen jonge kunstenaar. Dus al die dingen die spelen mee. Want mijn werk gaat natuurlijk heel erg over verbinding en communicatie. En hoe je die moeilijkheden. Maar ook soms hele fijne ontmoetingen die tijdelijk zijn kunnen laten zien. Even in notendop. En dus ik denk dat begonnen is toch met dat er ineens een titel of zo in mijn hoofd is. Misschien in 9 maanden? Ja, 9 maanden. Maar klinkt wel goed. Ja, oh, mooie, leuke vraag. De brug in Almelo voor een buitenstaander, wat ik in principe ben, ik ben geen Almeloer, is in wezen een onbekende brug. Dus als je niet in Almelo woont, of je bent er niet op bezoek, dan is het is niet zoals de Erasmusbrug of nog verder de Golden Gate Brug, geen hele fameuze brug. Maar het is wel een brug die wat vaak is, een brug is vaak belangrijker dan dat mensen zich die er gebruik van maken, beseffen. Het is een soort bijna een soort ja, niet doorgaans, maar iets wat er is. Dus net als meubilair, het is er, je gebruikt het. Maar je staat er nooit echt zo bij stil of waardeert het misschien ook nog minder. Dat maakt ook niet uit, daar is de brug misschien ook niet voor gemaakt. Dus dat aspect vond ik wel mooi. Want ik had natuurlijk wel gegoogeld van tevoren hoe de brug eruit zag. En hij heeft natuurlijk hele markante vorm. Dus ik dacht, oh, dat is. Ja, ik vind de schragen of de pijlers. Ik vind ze zelf net uitzien als twee mannetjes die dan zo tegenover elkaar staan alsof ze elkaar willen omhelzen. Maar het grappige is, ik ging dus eigenlijk ook met het idee. Dus de eerste dag dat ik bij het kunsthoortje aan het werk was, ben ik met Kees van der Knaap, die heeft de audio-opnames opgenomen. Ben ik de straat op gegaan en heb ik mensen gevraagd van. Want ik ben natuurlijk zelf geen journalist, dus ik heb een soort intro, iets nodig om erin te kunnen komen. Dus ik vroeg, in eerste instantie vroeg ik, mam, wat vragen? Snel overgeslagen, want dat werkt niet. En toen vroeg ik van, weet u de naam van deze brug?
En eigenlijk ter plekke, want ik dacht eigenlijk, oh, iedereen weet wel hoe die brug heet of wie Egbert Gorter is. Maar blijkt dat gewoon niemand in die 4 uur dat we de opnames hebben gedaan, de naam van de brug wist. Dus ze noemden hem Stadhuisbrug of Blauwe Brug of Javabrug. Maar het is geen Egbert Gorterbrug. Maar dat is natuurlijk misschien wel het leuke van mijn werk. Ja, dan kan ik dat gebruiken. En achteraf is het bijna een soort klein, ja, die wondertje is een groot woord, maar iets wel heel erg markant, nou ja, apart. Omdat het werk natuurlijk heet Questioning My Significance. Dus de brug die je dan waarschijnlijk wel, nee, laten we zeggen, niet dagelijks, maar wekelijks gebruikt. Ja, je weet helemaal niet hoe die heet. Nou, ik heb op het, dus het is een, in het kunstdoortje staat dus een kleine nagebouwde Egbert Gorterbrug, wel met mijn eigen draai eraan. Dus ja, hij is ook niet blauw geworden, maar rood. En er staan twee speakers in de ruimte waarover de interviews te horen zijn. Maar ze zijn niet echt te horen. Dus dat is ook weer iets. Een mooi toeval, want het glas van het kunsttoontje is volgens mij een soort kogelvrij glas, gewoon geen geluid door te krijgen. Want mijn allereerste idee was: dan lopen de mensen voorbij en dan horen ze, hey, we horen stemmen. En vooral 's avonds, als je dan terugkomt, misschien van je werk, en je loopt langs het kunsttoontje en denkt: hey, wat hoor ik, wat zijn die stemmen? En dan dat je er naartoe getrokken wordt. En dat je denkt, hé, waar hebben die mensen het over? Oh, dat is mijn brug. Dat is de brug. Als je al naar Almelo woont, ja, dat is die brug. Maar dat ging dus niet. Dus ik heb een QR-code op het raam geplakt. En als mensen die dan scannen, dan komen ze bij mijn website uit. En daar staan de interviews. Wat ik zo mooi vind, want het zijn in wezen maar hele korte gesprekjes, hè? Dus, maar dat ieder mens, dat vond ik dan zelf heel mooi eraan, legt iets van zijn eigen ervaring of zijn eigen achtergrond of ja, wat hij meegemaakt heeft of waar hij net ook in zijn leven in staat. Bijvoorbeeld was een dame van 93, vond ik heel mooi. Ik zeg het even in mijn eigen woorden, maar ze zei van ja. Deze gekke tijd. Volgens mij ging het over dat de brug dus 's avonds blauw is. En dan kun je gewoon merken van, oké, ja, inderdaad, omdat ik mezelf ook thuis ben, paas 84, hij heeft niet eens een smartphone. Hoe moet hij dan een corona-app hebben met de coronapos? Hoe heet het? De coronapas. Ja, hij heeft niet eens DigiD, weet je. Dus dat is. Dus dat begreep ik. En andere jongen uit Oost-Afrika, als ik het even goed zeg uit mijn hoofd. Wat ik niet in het begin begreep, ik dacht dat die uit een miljoenenstad kwam, dus dat het heel druk was boven op de brug. Maar ook door het communicatie, de kwartaal, bleek dat die dus onder een brug geleefd had. En nu in Almelo was. Of een man, een hele leuke man, die elke dag daar met zijn hondje langskwam. Die van alles te vertellen had over Almelo en zijn leven. Dat vind ik misschien wel zelf ook heel erg mooi. Ja, het was. Je denkt, oh, nee. Maar het was best wel hard werken. Of hard niet, vind ik fijn hoor. Maar. Ik dacht, oh, ik bouw gewoon even die brug na. Een beetje kippengaas, papier-mâché, zo klaar. Maar het was, ja, dus een week echt goed doorwerken. Dus ik heb niet echt heel erg Almelo geëxploreerd of zo. Dus als ik meer tijd had gehad, dan had ik ook een beetje bijvoorbeeld misschien in de buitenwijken van Almelo over de brug vragen kunnen stellen. Of sowieso als het langer was geweest, dan had ik natuurlijk misschien met de QR-code iets beter kunnen doen of meer roemruchtigheid aan kunnen geven. Want op de opening.
ja, was er eigenlijk niemand behalve de organisatie, de pers en ik en Kees van het audio. Dus ja, dan, en vooral als je dan toch wel, ja, ik stop er toch mijn ziel, hoe heet dat, ziel en zaligheid in. En dan merk je, oh ja, ik doe het niet alleen voor mij of zo. Het is wel dat je toch wilt dat het dan gezien wordt. Nee, zo heb ik het eigenlijk niet ervaren, want ik vond het heel prettig hoe het allemaal is verlopen. En ook dat ik in het kunsthuis Anne van Erma Futselaar mocht blijven. Ik wil toch ook even haar naam noemen. Want een hartstikke vriendelijk, hele fijne mens die dat toch mogelijk maakt. En het was ook bijna, ondanks veel hard werken, ook een soort vakantie. Want ja, weg uit waar ik nu ben, wat toch ook toch prettig is. En in de supermooie binnenstad van Almelo, dus echt heel erg mooi. Nou, op dat moment eerlijk gezegd niet, want het voelde niet klaar of zo, het kunstwerk. Je bent dan nog, want als je zeg maar zo in de vijfde versnelling zit. En dan ineens, oh ja, gaat het doek open, zeg maar, bij wijze van spreken. En dan moet je het loslaten. En dus is dan niet echt een overgangsperiode van, nou, nu is het klaar. Dan gaan we dan eens even rondom, ook even met de bezem er langs of zo. Het ligt ook wel bladeren. En ik wist ook niet dat de pers zou komen, dus ja. Ik weet niet of ik echt nou echt zo goede dingen gezegd heb, zeg maar. Of dat die überhaupt ooit kan. Maar het past ook wel weer helemaal in het plaatje van Questioning My Significance. Want ja, daar hadden wij het gisteren een klein beetje over. Van wat is kunst als, in dit geval dus letterlijk, als niemand het, behalve die er nauw bij betrokken zijn geweest, het zien. Ja. Nou, omdat ik zelf weer een beetje begonnen ben met tekenen. En ik vind het potlood, vind ik ook zo'n brug van jeugd naar volwassenheid. Of kind zijn. Nou, dus durf ik te zeggen, nee, laat ik zeggen, bijna iedereen heeft wel als kind zijnde, denk ik, gekleurd. Of misschien wel echt iedereen. Of in ieder geval heel veel mensen dan. En dus het betekent eigenlijk dat iedereen heeft, kan en wil, of is natuurlijk, of kinds, of creatief en kan, ja, kan zich uiten zonder daar al te moeilijk over te doen. En ik dacht, het idee om dus een brug te maken, gemaakt van kleurpotloden, maar niet alleen dus de gesponsorde potloden. Maar omdat het kunstdoontje zo'n publiek, zo openbaar, ja, in zo'n doorloop ligt. Hè? Dus naast het stadhuis aan de ene kant, aan de andere kant het gerechtsgebouw en Centraal Station. Ja, ik had het idee van, nou, dan kunnen mensen misschien, als ze dat leuk vinden, zelf met een potlood komen. En dan komen we in gesprek. En dan zeg ik, nou, doe mee. Doe dat potlood ergens in het kunst, of ligt eraan hoeverre, welk stadium het is. Van nou, dat elk potlood telt mee, zeg maar. Ja, dan wordt het echt interactief. Ja, nou, dat mocht elke kleur zijn. En die kleur rood is ook niet. Kijk, we hebben rood ook wel met sjaal en zo. Nee, de kleur rood is eigenlijk gekomen tijdens de. Nee, dat is niet waar. Ik wou zeggen tijdens de gesprekken. Nee, ik wist al eerder wel dat ik hem rood wilde maken. Ah, ik weet weer waarom. Omdat het gerechtsgebouw is echt zo'n kobaltblauwe kleur. En ja, behoorlijk aanwezig. En dan het kunsttoontje, bijna transparant. Veel kleiner natuurlijk in verhouding, ligt dan daarnaast. Dus het lijkt een beetje van, oh ja, kunst moet dan een beetje vechten om gezien te mogen worden.
Dus ik dacht, dat was het allereerste idee waarom rood. Ik dacht, rood is een krachtige kleur. En ja, strijdvaardig, mag, kom, we gaan bruggen bouwen. Dat is belangrijk, en vooral om deze tijd. En later kwam daar dus door de interviews. Een man zei het heel mooi. Ja, de kleur van de liefde. Ik dacht, alles zo simpel. Van het hart, van het bloed, van leven. Even uit de lospols. Nou, in ieder geval was het sowieso dat je het moest maken. Of moest, als kunstenaar moet je niet zo heel veel beperkingen opleggen. Maar wel, het was wel geacht dat je het werk maakte in het kunsttoontje. Voor het kunsttoontje en in het kunsttoontje. Ik moet even nakijken of het inderdaad zo is, maar ik geloof het wel. Al is het natuurlijk wel zo dat als het in Almo gemaakt wordt en je plant het voor die locatie, dat natuurlijk waarschijnlijk, neem ik aan, snel al een link komt met, tenminste in mijn werk, met de omgeving en waar je bent en waar je werkt. Nou, nee, als dan is het denk ik niet bewust, maar ik had gisteren nog even een gesprekje met iemand die ook in Valencia gewoond heeft. Dus ik woon nu zo half, nou ja, ik wilde voor de corona, in Valencia. En toen zei ze, ja, wat, dus ik wilde een koplaan, want je zei van dat sommige dingen natuurlijk ook onbewust gebeuren. Want ze zei van, ja, het doet me ook denken aan de Fallas. Dus in Valencia heb je, misschien ken je dat. Dan bouwen ze ook echt, net zoals de Limburgse carnaval, van die hele mooie kunstwerken. Of mooie, of markant, of nou ja, dat laten we even in het midden dan. En die worden dan tijdens de fallas gewoon verbrand. En dan denk ik, hoe kan het dat ik daar helemaal niet aan gedacht heb? Dus het kan dat het toch onbewust, dat ik dat wel meedraag of uitdraag in mijn werk. En ook de kleur rood, ja... Denk je in China, denk je aan rood. Dus op meerdere manieren. Dat denk ik. Dat toch, nadat ik dat gisteren hoorde, ik dacht, nou, dan is dat dus niet bewust op mijn netvlies. Maar ik denk wel dat het toch dat wat je mee, als kunstenaar dan mee hebt, dat je dat dan ook meedraagt naar waar je bent. En zo zal Almelo dus ook dan altijd bij me blijven. Ja. In ieder geval waar ik was in Hangzhou, en het zal ook wel langzaam veranderen, maar buitenlanders zijn, ja, dat kun je niet uitleggen als je dit niet bent geweest, maar als buitenlander ben je zeg maar echt een soort, bijna een soort ET of zo. Dus ze kennen nog weinig meer, ze weten eigenlijk vrij weinig van buitenlanders. Ze denken dat alle buitenlanders Amerikanen zijn en blond. En dat ze rauw vlees eten. ik chargeer even nu, hè. En dus als buitenlander krijg je gewoon belachelijk veel aandacht eigenlijk. Dus puur, dus is er een expositie, je bent buitenlander, dan zit je erbij. En volgens mij zijn er ook wel buitenlanders die daardoor zeg maar een beetje naast de schoenen lopen. Maar daar ben ik dan denk ik te nuchter voor. Ik weet heel goed waarom ik er dan bij zit. De laatste was voor toen ik niet al toen was ik nee toen was ik niet meer in China, maar het waren dus contacten van China, en dat was een exchange, een uitwisseling tussen het Sino Center en zeg ik natuurlijk vast vergeet, in ieder geval een uitwisseling tussen Italië en China, en dat was precies tijdens de eerste golf van de corona, en die hebben toen een soort virtual exhibition gemaakt. En daar heb ik een artist talk gegeven en dat hebben ze opgenomen en met website en nieuws helemaal uitgebracht. Dat was mooi, ja. Ja, dat heb ik zelf eigenlijk wel moeite mee. Ik ga het natuurlijk zelf doen, maar toch heb ik er moeite mee. Want je zegt het werk dat wel bruggen is juist net verbinding maken, bruggen maken, vooruit gaan.
En nou ga ik het juist net uit elkaar halen. Dus ik noem het slachten natuurlijk om een beetje roemruchtheid aan te geven. Maar in wezen ga ik het wel of ga ik het uit elkaar halen. Het linkt aan heel veel dingen. Dus het linkt aan recycling, het linkt aan veganisme. De manier hoe ik het ga presenteren heeft het ook nog een beetje met seksisme te maken. En uiteindelijk en met kunsthandel. En voor mij als kunstenaar, ik heb daar met mijn heel ziel aan gewerkt. Voor mij heeft het een ziel. En dan ga ik het uit elkaar halen. Dat is, dus voor mij persoonlijk is het. Het is natuurlijk niet als een dier, als vee. Ik ben zelf vegetariër. Dus omdat ik niet wil dat dieren vermoord worden. Maar het kunstwerk, kun je zeggen, is geen levend wezen. Ja, nee, het is geen niet het levend wezen. Maar ofwel. Waarom is kunst misschien wel belangrijk? Daar heeft ieder zijn eigen reden voor. Of misschien zelfs voor velen niet. Maar kunst heeft wel kan jou raken of ontroeren of inspireren of blij maken of treurig of je op iets wijzen waar je dieper in kan gaan. Of, ja, het kan heel veel voor de mens betekenen. Nou ja, het idee is dat Miss Almelo het werk zodra het uit elkaar gehaald is. Dan heb ik een pakket ijzer, een bundeltje kabelbinders, plastic. En een stapel papier. En dan gaat een mooie, blonde, blanke Miss Almelo. Ik bedoel het niet verkeerd, hè? Maar, want het is gewoon natuurlijk een hele mooie jonge meid. Maar het is wel weer heel erg. Snap wat ik bedoel? Het is zo. Kijk je naar. Bijvoorbeeld, ik was aan het zoeken natuurlijk naar een veilingmeester. En dan kijk je naar hoe dat dan wordt gepresenteerd. Het is wel een soort standaard stereotype. Wat denk ik niet helemaal meer van deze tijd is. En ik vind het ook vrij normatief. En nee, oh, ik noem haar Miss Almelo, een jonge lokale dame of meid. Maar het wordt een donkere, een zwarte Miss Almelo. En het is natuurlijk niet de echte Miss Almelo, maar het had wel een Miss Almelo kunnen zijn. En het is ook geen superslanke dame, een hele mooie dame. Ja, ik denk dat die, voor mij persoonlijk, ik denk dat, misschien verander ik nog qua mening, maar ik denk dat die titel dus blijft staan. Want het kunstwerk is teruggebracht naar, hoe zeg je dat, zijn haar, of weer zoiets, elementaire deeltjes. Dus terug naar de basis. En ik weet niet waarom, maar ik moet heel de denken aan, van de. Ja, ik moet zelfs denken aan begrafenissen, dus dat het, het gaat terug naar de aarde. En dan, of meer misschien wellicht is beter de natuur, dus dat dingen afbreken en weer worden opgenomen door de aarde. En dan komt er weer nieuw groei en waarom ik twijfel of ik het kan, hè, mijn eigen werk uit elkaar halen, vernietigen eigenlijk. Niet, het kunstwerk zal alleen nog dan bestaan in documentatie en herinnering. Maar het kunstwerk, de vorm en de kleur, ja, dat zal er niet meer zijn. Ja, dan komt weer die vraag weer van, nou, wat is het? Is het dan, hoe waardevol is iets? Maar het linkt natuurlijk ook wel een beetje aan de performance, dus de voordracht van de kunst. Vaak is een performance sowieso iets tijdelijks. En het leven in wezen al natuurlijk wel veel langer, hopelijk langer duurt dan een performance, is ook maar iets tijdelijks. En met performances heb je natuurlijk heel vaak dat het meestal gaat om het lichaam van de kunstenaar zelf, komt dan op de een of andere manier in die performance terecht. Maar in dit geval is het dan het lichaam van de kunst, noem ik het maar even. En die gaat dus ook, die kwam in de ruimte.
als ingrediënten, zal ik maar zeggen. En in de ruimte is het gemaakt, gecreëerd. En ook in de ruimte zal het dan weer teruggaan naar de elementen. En met die, uit diezelfde elementen wordt het dan weer weggedragen. Maar ik zou heel graag terugkomen, want ik ben op meerdere manieren verrast. Ik vond het binnenstad trouwens super mooi, had ik ook helemaal niet op gerekend. En ik voelde ook dat ik nog helemaal niet klaar ben. Dus een week was misschien te, niet, ik wil niet zeggen te kort. Maar ja, daar is denk ik nog veel meer te doen in met Almelo. En heel erg bij, want ik kom natuurlijk eigenlijk uit het gezellige Limburg. Maar ik vond Almelo was ook heel gemoedelijk. Dat vond ik zo prettig. Dus één avond, of op de openingsavond, zijn we ook nog gaan uit eten. En dan, het is maar gewoon een zijstapje even hoor. Maar het was vol, zeg maar, waar we heen wilden. En toen maakten we een soort grapje van, oh, dan krijg je ook meer fooi of zoiets. Ik weet niet, weet je wel, soms zeg je gewoon grapjes. En toen zei hij, oh, maar nee, ik doe het niet, voor de fooi. Als ik mijn klanten gelukkig kan maken en een goede avond heb gehad, dan daar doe ik het voor. Weet je, dat soort uitspraken, daar denk ik, ja, dat zou je waarschijnlijk in Amsterdam of Rotterdam, waar ik ook 9 jaar heb gewoond, is weer anders, laat ik het zo zeggen. Niet, ik wil niet zeggen beter of slechter, maar want daar is het weer meer van de mentaliteit van aanpakken. Dat is weer andere heel veel goede dingen. Maar van Almelo vond ik dat wel mooi, gemoedelijk. Het is, ja, dat is heel bijzonder als je daar werkt. Je zit dus in je eigen kokertje eigenlijk, hè? Want in wezen, kunsttoortje is niet zo heel groot. Ik kijk even rondom me heen, omdat ik in een kamer zit. Dus net als een atelier, je zit tussen 4 wanden. Alleen de wanden zijn niet dicht. Ze zijn transparant, ze zijn van glas. Dus van werkelijk alle zijdes kunnen mensen je zien. En de grote ramen zitten aan de kant van het Centraal Station. En ja, dat weet je zelf. En dan het gerechtsgebouw. Dus al die mensen die uit het gerechtsgebouw komen, die er werken, maar ook die er om andere redenen moeten zijn, die zien je allemaal daar bezig. Dus in deze, ja, het is... Ja, het is een openbare ruimte, maar eigenlijk voelt het als een privéruimte, maar je bent helemaal zichtbaar. Het is ook niet echt mijn ruimte natuurlijk, het is inderdaad echt van een stichting. Dus ja, vandaar de semi-openbare ruimte, dat je in je eigen bubbel daar bent. Dat vroeg ik mezelf van tevoren af, van goh, hoe zal het zijn? Hoe zal ik me de hele tijd bekeken voelen? Of ja, hoe ervaar ik dat? Of gaan ze dezelfde opmerking maken? En ik wil natuurlijk wel contact en verbinding, maar ik ben ook aan het werk. Dus ik wil niet de hele tijd, ik moet ook werken. Ik kan niet de hele tijd kletsen. Je kan niet zeggen, oké, nu hebben we pauze, praat maar. En dan, ja, nee, dat viel dus wel mee. En daarom denk ik dat het waarschijnlijk dus ook niet zoveel effect verder heeft gehad op het werk. Ik zit even te denken of dat zo is, qua vorm of... nee, ik denk dat dat niet... Nee. En tot eigenlijk ook dus vrij recent of kort tevoren, dacht ik nog van ja, het gaan de potloden worden. En ook toen de derde contactpersoon er kwam, kreeg ik helemaal al, want hij was ook heel erg enthousiast en leuk en nog steeds hartstikke fijn mens. Dus ik dacht van nou, dat ook al komt het later, dan krijg ik misschien potloden van de Almeloers. Dus nog tot vrij kort tevoren dacht ik van het gaat een brug worden van kleurpotloden. Dus dat was wel nog even van hoe schakel je ook, zeg maar, niet alleen qua maken, maar ook je moet wel toch even zo schakelen van qua idee van oh, dus. En oh ja, nu dat wil ik misschien nog zeggen, omdat je het voorheen vroeg.
van overal waar je bent. Oh, volgens mij is het toch onbewust, maar neem het wel mee. Want ik zit dus nu in Limburg. Nou, hier heb je rond deze tijd maken ze de hele grote praalwagens. En ik wilde dus, als het dan toch geen kleurpot, van kleurpotlood, dan wil ik wel dus die brug wil ik gaan maken. Dus ik dacht, hoe doe ik dat? Ik ben eigenlijk geen, ik ben niet, ik ben eigenlijk, maak geen, ik ben geen beeldhouwer. En dus de praalwagens in Limburg hebben me wel geïnspireerd. Oké, dat kun je natuurlijk met gaas doen en papier-mâché en verschillende kunstfilmpjes of filmpjes gezien van hoe ze praalwagens maken. Nou, ik heb de organisator nog niet gevraagd, maar ik zou het uiteindelijk toch ook nog een keer graag willen maken van de potloden. Maar dus het idee is nog steeds zeker niet verdwenen. Maar dit kunstwerk heeft nu wel het heeft wel nu de overhand genomen. Want nu, dit is nu het kunstwerk, vind ik dan, wat ik gemaakt heb voor Almelo en in Almelo. Dus ik kan me nu ook niet meer voorstellen. Oh ja, hoe zou dat zijn als het de brug van Kleurpotlood had gestaan? Want dan was het gewoon een heel ander kunstwerk geweest. Omdat het ook weer heel erg, het doet me heel erg een beetje denken aan de postkaarten van steden. Dan heb je natuurlijk de dagfoto's met alle hoe heet het, toeristenplekken. Maar je hebt ook vaak mooie nachtshots en dan zie je de gekleurde lampjes en romantisch gezellig. En ik vond het wel mooi, dus dat in Almelo de Blauwe Brug en dan het kunstdoortje waar ik dan het licht op rood heb ingesteld. En die warme kleuren, rode kleuren, ook weer die tegenstellingen, wat we toch waarschijnlijk als mensen allemaal in ons hebben. De warme kanten, maar ook de wat minder warme kanten. Dus ik hoop dat ook dan door die manier misschien de Almeloers ook denken, oh, dat is natuurlijk bijna een soort van postkaart van de stad Almelo. Alleen dan de toeristentrekker is dan het kunsttoontje en de brug. Ik ben nu vooral bezig met de werken die dus hier nog in het ouderlijk huis eigenlijk staan, om die allemaal ja, te fotograferen en op te slaan. En ik zet ze op mijn webshop. En misschien heeft zelfs dat, dacht ik net ook, heeft misschien ook zelfs invloed op dat Questioning in Significance, omdat ik gewoon dus echt langs kunstacademie werk ga. Want deze week dacht ik, misschien kun je het zien in de achtergrond, het is een werk dat heet Dr. Stress. En ik moest eraan denken, oh kijk, okay, best net, omdat ik daar ook met licht werkte, bepaalde stemmingen weergeven met licht. Je bent toch als mens, ook als kunstenaar, leef je in de wereld. Dus het zal natuurlijk voor elke kunstenaar is het anders, maar ik denk dat heel erg van hoe je zelf ik dan als individu tussen de rest van de mensen sta. En die interactie en nu met de corona, het zijn toch best en voor veel mensen echt zware tijden. Ja, het speelt het ja, bij mij heeft het wel impact. Ik weet niet, andere kunstenaars zijn misschien heel erg weer met hun specifieke ding bezig, maar ja, voor mij komt het wel zeker terug in het werk wat ik doe. Ja. Nou, ja, eigenlijk niet dus. Zover ik weet is het iemand die betrokken geweest is bij de haven. Ja, nee, want ik vind het zelf dan wel weer in het plaatje passen. Dus er is een brug naar deze man vernoemd. En eigenlijk weet niemand echt werkelijk wat deze man heeft betekend. Ja, als iemand echt wil weten, dan kunnen ze, neem ik aan, naar de stadsarchieven en zoeken wie was Egbert Gorterbrug nou? Of de familie, als de lijn ernaast, of dan Anna, dan ja, ik kan me voorstellen dat het best nog ook wel een vervolg heeft. Daar sta ik ook voor open, want ja, wel op de legacy van Egbert Gorter hebben wij nu ook een gesprek. Dus
En ik neem aan dat Almelo ook gekozen heeft die naam te geven, niet alleen omdat daar toevallig de Egbert Grotestraat is. Dus of je kan zeggen, de Egbert Grotestraat, ja, Egbert Grote is belangrijk toch geweest, ooit, voor iemand. Want anders was die naam van de straat dan niet geweest. Of hij was een heel welvarend man en had misschien, kocht hij zijn straatnaam, ik weet het niet. Nou, het zit natuurlijk wel weer plan B ook daar, wat dat betreft, in mijn hoofd. Als het aan mij ligt, ik wil het even goed laten doorgaan. Maar dan wil ik, ik heb het nog nooit gedaan, maar dan zou ik het willen streamen. Dus dat het dan wel live gebeurt. Maar hoe dan die veiling is zonder publiek, dat weet ik dan ook nog niet helemaal. Niet om de echte kunstveiling te ontkrachten of om daar de draak mee te steken, maar om het toegankelijk te maken en de ervaring voor het publiek van, oh, zo voelt een veiling. Dus ik zeg hey, of ik steek mijn handen op en dan, ja, 1 euro. Oké, 1,50 euro. 2 euro. En dat die ervaring er mag zijn. En wellicht ook dat ze dan toch een stukje van het hart, van het ziel, van het kunstwerk bij zich kunnen hebben. Ja. Heel erg bedankt voor je vragen. Vond ik heel leuk dat je ook even een beetje doorvraagt. Oh, dankjewel. Nou, ik hoop dat we elkaar nog een keer gaan zien. Dan kunnen we een bakje koffie doen. En dan mag je mij vertellen over jouw boek. Want ik heb gezien dat jij een boek hebt geschreven. Ja. Dus ik zou even ook lekker dan weten over wat jij doet. Dankjewel. Fijne dag. Doei. Doei. Hoi.